zo dichtbij en dan toch zo ver weg. Ik dacht echt dat ik het voor elkaar zou krijgen. Maar helaas, ik had pech. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20. Terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we naar de Awakening Woods gegaan om de laatste secret daar te vinden. En hebben we best wel een moeilijke treasure gevonden. En in deze aflevering gaan we daar weer vrolijk in verder. Want we hebben de treasure wel gevonden en we hebben de cave gevonden. Het enige nadeel was, we hadden te weinig tijd voor die cave. Nou, kunnen we dus zeg maar ons helemaal focussen op even onze nummers te groeien op deze dag. Want ja, naar de cave toe te gaan, dat is niet zo moeilijk. En aangezien dat ik niet weet wat voor Pikmin dat we precies nodig gaan hebben in die cave, denk ik toch dat ik weer voor de strategie ga om 20 van elke Pikmin mee te gaan nemen. Dus we nemen 20 paarse, we nemen 20 witte, 20 rode, 20 gele. Want ik weet begot niet wat er daar in die cave ons staat te wachten. Ik weet dat er veel hazards in zouden zitten, maar precies welke hazards, dat weet ik dus niet uit mijn hoofd. Had ik dat wel geweten, dan had ik natuurlijk wel een adventure van de Pikmin meegenomen die we mee kunnen nemen. Want vergeet niet, in caves kun je dus niet de Pikmin veranderen op het moment dat je de Pikmin bij hebt. En ik vind het wel goed gebalanceerd zo. En 9 van de 10 keer heb je aan 20 Pikmin wel genoeg van één type. Dus daarom is het wel handig om dat gewoon een beetje zo, ja, mee te nemen. Om het heel even makkelijk te maken, kunnen we dus zeg maar onze Pikmin gewoon niet bovenop gooien. Dan zal er niks gebeuren met onze Pikmin. Die staan gewoon hier hartstikke veilig. Want die bruggen die we in de vorige aflevering hebben gezien, ik zal er dadelijk sowieso nog eventjes langslopen, maar die bruggen die we dus zeg maar in de vorige aflevering hebben gezien, die kunnen nogal vervelend zijn met veel Pikmin. Zoals je al zag, die witte Pikmin die in één keer spontaan dachten bijna van, goh, ik heb zin om te zwemmen. Oh, wacht, ik kan niet zwemmen. Toch doen. Die vonden het nogal leuk om daar dus in één keer te gaan zwemmen en dat was niet echt handig voor ons. Nou, we willen dus zeg maar de 100 Pikmin erbovenop gooien. De Pikmin die zelden daar... Zo... Pikmin die zullen daar sowieso veilig zijn, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar we willen dus hier even snel weer richting die twee bruggen toe gaan. En volgens mij zijn de vijanden nog steeds niet gerespawned. Aangezien dat we deze nou gelijk achter elkaar doen. En nogmaals, er zit geen tijdslimiet aan, dus het maakt niet echt uit dat we een dag extra hiervoor nemen. Goed, nou dan zijn we hier boven aangekomen. Alle vijanden die zijn weg, dat is alleen maar gunstig. We kunnen gelijk onze 100 Pikmin hier oproepen. En dan hebben we dus hier die cave die we dus gisteren al open hebben gemaakt. Goed. Wat voor hazards zitten erin? Alles behalve poison, of alles behalve vuur. Rode Pikmin zijn altijd handig om te transformeren in witte Pikmin en paarse Pikmin. Dus dat vind ik niet echt zo erg. Gaan we erin? Wij gaan in de snaggerthol. Waarom ook niet? We hebben dus alle soorten Pikmin nodig, behalve de rode. Rood is dan handig als transform of iets in die trend. De snaggerthol. Snaggerth. Ik denk dat ik ze snijkvogels ga noemen, ter ere van Marco. Wat zijn snijkvogels? Die stomme snaggerbeesten. Oké, nou we hebben dus zeg maar ons hele team hebben we hier bij ons. En de snaggerthol, dat wil al genoeg zeggen, dan komen we hier dus zeg maar snaggerts tegen. Nou, we hebben in de vorige aflevering al kunnen zien hoe makkelijk dat we snaggerts uit kunnen schakelen met de nieuwe komst van de paarse Pikmin. En ik probeer hier heel eventjes mijn paarse Pikmin te separaten in één squad. Om daar weer een aanvalsteam van te maken. Want volgens mij zit er hier... Sheargrubs. Orange ball barbs. Nou nog vuurwerk, jongens? Serieus? Kom op, zeg. Oh, ik haat deze beesten. Ik haat deze beesten. Ik haat deze beesten. Hij staat ook nog eens een keer met zijn gezicht naar voren toe. We gaan het gewoon doen. Oh, boy. Paarse Pikmin attacken. Kill. Dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Kill hem. Oh, we zijn tenminste geen Pikmin kwijtgeraakt. Het ging zo fout. Oké, nou in ieder geval, we hebben het wel veilig gehaald. Dus we gaan heel eventjes verder clearen. Daarna pakken we alle treasures mee. Het veiligste is om er eerst even voor te zorgen dat er dus echt geen vijanden hier meer ergens zullen zitten. Hier zit ook nog ergens een secret. Ja, een feather. Het is maar wat je een treasure noemt. En natuurlijk moeten we ook ons heel erg zorgen maken over falling bombs. Want ja, die zijn er ook nog steeds. Dus een van de dingen waar je dus echt niet te lang mee bezig wil zijn. En ach, wat leuk, een knikker. Die heb ik vroeger ook nog gehad. Nog twee erbij. Nee, zegt hij, ik wil die ball barb. Die orange ball... We laten die gewoon daar liggen, ja. Als jij hem wil gaan, dan blijf je daar maar in je uppie achter staan. Dat maakt niet echt zoveel uit. Nou,
Die andere treasure die is daarentegen heel erg simpel. Dat is namelijk één feather. En één feather is, zoals wij zeggen, zo licht als een veertje en hebben we dus maar één pik. Wat? Hij heeft nog niet eens één pik meer nodig. Je ziet er nog niet eens de counter bij staan. Maar goed, we wachten heel eventjes tot de treasures binnenkomen. En ik knip dan heel eventjes naar voren, want anders vind ik een beetje de aflevering een beetje te langdradig. Dus ik wil er wel een beetje progress in hebben. Dus ik knip heel eventjes naar voren toe. Hoeft al niet meer, want de knikker is al aanwezig. Maar dat doe ik eigenlijk wel bij de verder. Dus 120 voor een knikker. Crystallized telekinesis. Het is mooi je het wil noemen. Tot zo. En daar komt onze veer aan hoor. Zo licht als een veertje door onze enige rode Pikmin. 10 Poco's, ja. Oh, wie dus, het is een veertje. Leviathan Feather. Oké. Leuk. Ik zou het gewoon zeggen van gewoon veer. En dan op de achtergrond kun je dus gewoon zien tot er nog steeds die ene Pikmin is. Van ik neem hem mee, ik wil hem meenemen. Gaat niet gebeuren, jammer. Jammer voor jou, plezier voor ons. Oké, nou, de eerste vloer die was niet zo moeilijk, gelukkig. Die was best wel decent te doen. Leek op een boomhut eigenlijk, dat je daar boven kwam in een boomhut. En nou komen we in een soort van garden terecht. Oké, nou, ik vind het wel leuk hoe dat je verschillende skins hebt. Dat je dus dungeon teams hebt, garden, je hebt oud huis playground, je hebt... Dat je uit moet kijken waar je je Pikmin gooit, anders gooi je ze zeg maar naar hun doom. Oké, nou, we willen heel voorzichtig zijn, want volgens mij zitten van deze bloemen... Ja, kijk, hier, zie je dat? Dus oogje open. Ik hou niet van die vijanden. Hi. Ja, denk je nou echt dat jij zomaar gratis voer krijgt? Echt niet, hè? Oké, nou, hij is al stunt, dus echt veel kan hij niet erover na vertellen. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Even kijken, want we willen dus alle vijanden zo snel mogelijk uitschakelen. Ben jij er eentje met oogjes? Zo te zien niet. Zit hier een bom of een ei of iets wat ons kan helpen? Nou, bommen kunnen ons niet echt helpen, maar je wilt er wel voorzichtig voor zijn. En even over bommen. Bommen die zullen niet alleen uit de lucht vallen. Je zult ze ook nog wel tegenkomen. Dus, maar dat komt later in het spel. En hallo, Sheergrubs! Wat leuk dat jullie er ook weer bij zijn, zeg. Oh, wat kom je toch weer sneaky op ons afgekropen. Ik haat Sheergrubs. Alleen maar het feit dat ze zo sneaky zijn en zo echt zo heel stiekem op je afkruipen gewoon. Oh, Flying Sheergrubs. Ja, ik noem ze gewoon Flying Sheergrubs. Maakt mij niet uit of ze een officiële naam hebben of niet. Ik wil één drup even gebruiken om even al onze paarse Pikmin even flowers te geven. Zorg ervoor dat ze wel een beetje sneller zijn. Jij bent geen vijand, dat is alleen maar gunstig. Jij bent ook geen vijand, jij bent ook geen vijand. Oké, jullie zijn allemaal veilig. Jullie daarentegen zijn zeer irritant. Ik vind het wel mooi dat er eentje echt zo aan zat te hangen van Rodeo! Maak je helemaal kapot! Paarsjes zijn echt leuk met een aanvalanimatie op sommige momenten. Zeker als er geen vijand is en tot ze gewoon de lucht aan het aanvallen zijn. Zoals we een keer hebben meegemaakt. Weer een paar Sheergrubs. Oh. Wat een rare muziekje trouwens. En Sushi zie ik daar liggen. Sushi! Nou ja, tot nu toe gaat het wel lekker met onze Sheergrubs. Flintbeetle? Nee? Hier nog iets? Even helemaal Sheergrub proef maken hier alles. Heb je nog een aardbei? Zal vast zeker wel Sheergrubs bij zitten. Ja hoor! Oké, nou volgens mij zitten we nou wel veilig. Geen vijanden hier ergens meer. Alles safe. Oké, dan gaan we naar onze carry team. Dit is eigenlijk best wel een hele handige strategie om te kunnen doen. Op het moment dat je dus geen elementen hazards tegenkomt. Om gewoon te zeggen van, nou, je pakt je paarse squad om even de vijanden, zeg maar, op te ruimen. En dat je dan veilig, het team eigenlijk gewoon die kant op gooit. Dus, oké, nou, gaan we gewoon dit ei even openen. Kijk, gratis red potion. Dubbele red potions. Die nemen we dadelijk wel heel eventjes mee op het moment dat we veilig en wel... Oh ja, eventjes Pikmin even flower geven. En die nemen we dadelijk wel mee als we dus bezig zijn met alles te dragen. Hij gaat dat al dragen, dat moet hij weten. Oké, dan hebben we wat meer flowers bij ons. Dat is alleen maar gunstig. Dan nemen wij deze route even. Geen vijanden, hè? Paas erop. Ik heb alles gekild. Oké, dan kunnen jullie de aardbei meenemen. Dat is alleen maar gunstig. En de anderen die mogen voor de sushi gaan.
En dan kan ik heel eventjes de kapitein heel eventjes weer naar die dingen doen. En ik weet het, die glitch van 2 potions krijgen, maar geloof me, het spel is zo gemeend dat je dat echt wel nodig hebt. Oké, nou, ik laat even Pikmin gewoon hier even achter. Wij gaan heel eventjes naar die red potion. Dus... Oké, nou, die ene heeft dat beest meegenomen, dat moet hij weten. Oké, nou, daar zit die red potion. Ik zou graag wat purple potions willen vinden. Maar ja, ik kan niet alles hebben natuurlijk. Oké, nou, jij kan die paarse gewoon achterlaten. Ja, neem het mee, wat maakt mij het uit. Oké, nou, heel eventjes dan maar die kant op lopen. Dat is net zo gunstig. Alleen maar, die staat er echt zo te wachten van, mag ik het pakken, mag ik het pakken? Het is net Ranja of zo, zo'n druppel van Ranja. Oh. Jongens, heb ik jullie toestemming gegeven? Nee. Serieus, bij Louis wil je niet in de buurt blijven. Oké, nou ja, jij bent aan het slurpen. Ik slurp even mee. Hoppakee. 2 potions erbij. Nou, ondertussen dat hun dit beeld terug aan het basis aan het lopen zijn, ga ik heel eventjes... Volgens mij zat daar de einde ook. De cave entrance. Even kijken, waar zijn wij? Wij staan daar. Ja, de cave entrance die zit daar ook. Dus dan lopen we daar heel eventjes naartoe. Wachten we tot de treasures er zijn. En ja, zie ik jullie in een seconde. Want het is nou alleen nog maar wachten tot ze de treasures brengen. Dus tot zo! En daar is onze eerste treasure, de sushi. Waarom is sushi mij zo weinig waard? Ik bedoel, serieus, je betaalt je eigenlijk helemaal schilder in de winkel. Mijn zus kennende, want die haalt het nogal vaak. Dus Taste Sensation. Dan moet ik toch een keer aan mijn zus navragen of dat echt zo is. Ja, nogal vaak. Of Brian, die weet ook heel erg goed. Nou, een aardbei, die kennen we natuurlijk allemaal. En die zijn ook wel altijd peperduur in de winkel, ligt tenminste aan waar dat je ze haalt. En zo, een aardbei is gewoon bijna 4 keer zoveel waard. Wacht even, 40. 4, soms 5 keer zoveel waard als een als sushi. Maar goed, combustion berry. Ja, het zal wel goed zijn. Ik vind het leuk. Dus, was dat alles? Ja, dat was alles. Oké, nou, dan kunnen we gewoon veilig doorgaan. Kijken wat we hier nog meer hebben in de Snaggrid Hall. Snaggrid Hall. Nee, ik hou niet van Snaggrid. Oké, volgens mij is dit de eerste plek waar we echt Snaggrid tegen gaan komen. En het is heel erg vervelend hoe dat de cave ons heeft geplaatst. Want het nadeel is namelijk, we staan hier in het open. En ik hoop dat we er geen tegenkomen op het moment. Oh, hoi. Oh, ik heb hier geen zin in. Kom op, swarm hem. Swarm hem. Kill hem. Moord hem. Oké, goed zo. Ik heb echt zo geen zin om hier mijn hele team zeg maar bij te hebben. En moeten mikken met de paarse. Dus je wil echt wel eventjes hier je paarse hebben. Want ik weet zeker dat er ergens een Snaggrid zit. Oké, nou, we hebben hier sowieso al een ei. Dat is alleen maar gunstig. Oké, dat is weer extra nectar. Kunnen we nog meer even... Volgens mij hebben we bijna geen leaves meer over. Dus volgens mij is alles wel bijna geflaueriseerd. Maar laten we eens eventjes ons paarse team er even bij pakken. Heel voorzichtig. Om niet een andere Pikmin kleur erbij te hebben. Want ik weet zeker dat die Snaggrid zaten. Hallo. Ja hoor. Hallo meneer de Snaggrid. En doei meneer de Snaggrid. Nou kan ik me natuurlijk gruwelijk vergissen. Maar volgens mij zat er hier nog een tweede. Ik vertrouw het hier voor geen meter. Ja hoor. Nou, op het moment dat ze dus zeg maar zo naar boven te komen, dan ben je eigenlijk heel erg tevreden daarover. Ik bedoel, dan kunnen ze hier bijna niks maken. Waren het er echt maar 2, jongens? Volgens mij waren het er echt maar 2, maar ik begin uit te twijfelen aan mezelf. Dat moet je nooit doen, maar... nou, weet je wat? We kunnen hier dadelijk wat extra witte pik mee maken. Dus jullie gaan even hier aan werken en dan gaan we eventjes het team even pakken. We kunnen eventjes de treasure even pakken. Ja, gooi zo'n ding er even bij. Kun je nagaan? We hebben nou 2 van die beesten, terwijl dat net nog gewoon in het begin van Pikmin, dat er gewoon een baas was. Oké, nou. Pak gewoon het op. Niet met die floor glitch, want daar heb ik echt weinig zin in. Oké, jullie zijn daarmee klaar. Werken jullie even aan deze muur. Deze die kunnen even aan een andere muur gaan werken. Wat is dat, brood of worst? Dat is brood. Worst. Worst in de vorm van brood. Meat satchel. Het is worst. Weet ik veel. Ik kan worst en brood bijna niet meer gewoon uit elkaar halen. Zo erg is het. Oké, nou jullie werken heel eventjes daaraan. Jullie... Even kijken. Ik heb daar rode bij zitten. Ja, ik heb hier rode bij zitten. Oké, daar kunnen we heel eventjes dan even wat witte van maken.
En wat hebben we hier? Nectar voor de witte. Dat is alleen maar gunstig. Hier kunnen we nog een paar paarse maken. Dus dat doen we ook met de rode. Dat is eigenlijk allemaal hartstikke gunstig. En dan hebben we hier nog een dicht hek. Waarschijnlijk... Oh, we hebben hier nog twee dicht. Oké, dan gaan we even een paar daar aan werken. Jullie gaan hier aan werken. Dat is voor de doorgang. Nou, op zich is wel een decent vloertje. Ik bedoel, deze is nog niet zo moeilijk als de burrowing. Oh boy. Oh nee, is veilig. Oké. Jullie wachten hier al eventjes. Even kijken. Twee nectars. Daar hebben we nog een paar rode tussen staan, maar dat maakt niet echt zoveel uit. Nee, dan kunnen we gelijk eventjes hier even wat flowers van maken en dan ben ik ook eigenlijk wel tevreden. Omdat er maar één treasure hier zat, dat is eigenlijk best wel een disappointment. Ach ja, ik kan niet alles hebben in het leven. Dus. Eventjes deze plukken, die plukken. Plukken. Oké, hebben we ze allemaal? Ja, we hebben de 12. Oké. Het nadeel van paarse is, die zijn enorm traag als ze dus zeg maar nog plat in de platform zijn. En dan kan ik hier wel wachten, maar ik bedoel, er ligt die nectar voor ons klaar. Dus we kunnen gelijk ze gelijk de flower status geven. En dan ga ik heel eventjes checken, want we hebben heel erg veel nectar nou hier overal liggen. Dus hebben we allemaal flowers? Volgens mij zijn ze allemaal flowers. Ik zie er geen enkele groene leaf meer tussen zitten. Dus nee, ik denk dat we goed zitten. Dus die nectar hebben we niet meer nodig. En dan kunnen we door naar de volgende vloer. Op zich best wel een gunstige dag tot nu toe. Vinden jullie ook niet? Ik vind van wel. Hou je snaggerethol. Ach, we krijgen volgens mij echt alles. We hebben de cave gehad. En nu komen we dus zeg maar in het elektrische gebied. Dat je dus hierboven... Dat we weer uit moeten kijken waar dat we onze Pikmin gooien. En ik zie stroom. Ik zie bolbear beesten. Hier hebben we al gelijk een nieuwe vijand. De watery blowhog. In plaats van de fiery blowhog. En daar willen we wel voor uitkijken hier op dit gebied. Want hun vinden het namelijk nogal leuk om Pikmin van zich af te gooien. En als ze dat richting een ledge doen, dat kan nogal dodelijk zijn. Nou zie ik er heel erg veel van die orange... Hallo! Oh, snijkvogels! Ik moet veilig staan ergens. Oké, weet je wat? We schakelen even hem uit. We schakelen even jou uit. Nee, we schakelen jou uit. Je krijgt hem niet te eten. Kan ik hier veilig in het midden staan? Zit hier ook zo'n beest? Nee? Kunnen we... We moeten even Riek roepen. We moeten even de paarse en de gele even samenvoegen. Tot we twee teams hebben. Oh, ik haat het zo erg als die... Olimar, je kunt er gewoon overheen lopen. Pikmin, jullie kunnen... Soms, hè? Oké, nou. Laten we hier al eventjes Riek roepen. Oh, die beesten die vielen gewoon uit de lucht. Nou, trouwens, wat heel erg grappig is... Wil ik jullie eigenlijk best wel laten zien... Want dat is een van de komische dingen die je nou eigenlijk hier nou dadelijk kan doen. Oh. Jij hebt het op ons gemunt. Daar heb ik geen zin in. Je staat daar nou net tussen de... Waarom ben jij eigenlijk stroomproef? Jij schiet water. Dat is so not fair. Nou, we schieten hem gewoon eventjes zo. Oh nee. Zag je die paarse die wel automatisch... Automatisch. Ja, ik kan het niet meer genoeg zeggen, maar ze proberen het automatisch te doen. Die wel automatisch hier die elektriciteit dus zeg maar wegwerken. Dat was voor hem maar eenmalige schokkige ervaring. Dat kon hij dan zeg maar echt niet navertellen. Nou, het grappige is wat we dus hier nou zouden kunnen doen. En het nadeel is die twee die zitten volgens mij... Ja, ze zitten tegenover elkaar, dus ik zou het eventueel kunnen doen. Als ik geen Pikmin bij me heb... Hi. Als ik hier achter ga staan... Gooit hij de stenen er gewoon overheen. Je hebt namelijk de kans tot hij daar die trap gewoon raakt. En tot hij de trap van jou uitschakelt. En ze staan nou net niet op een positie dat je zou kunnen zeggen van... Hé, kijk, we kunnen ze gewoon aanvallen. Nou, deze die zal ik dus helaas moeten fistfighten. Omdat hij staat recht tegen het gele hier aan. Dus dit kan nog wel eventjes duren. Mijn excuses daar even voor. Dus ik zie jullie in een seconde. Oh, kijk nou. Hij raakte die andere. Kan dit dan nog een keer doen? Ik ben hier. Hiero. Doe maar. Ja. Ja. Oeh, bijna strike. Kun jij hem misschien raken?
Ai. Kun je misschien hem raken? Nou, iets minder scherp. Iets minder scherp. Probeer het eens. Nee, helaas. Ik vind het zo vervelend. Oké, misschien dat hij daar dadelijk even wegloopt. En ik zie het dat ze heel erg gevaarlijk dicht bij de gele Pikmin komen. Dus ik zal even de gele Pikmin hier even weghalen. Misschien dat hij daar heel even wegloopt. Tenminste, dat hoop ik wel. Hij blijft er heel erg stevig bij staan. Hoop ik dat hij is. En hij is ondertussen aan het regenereren. Dus ik ga heel even mijn paarse Pikmin team even oproepen om alvast hem even te pakken. Hallo! Voel de wraak van de paarse Pikmin. Oké, nou eentje is al uitgeschakeld. Dat is alleen maar gunstig. Het nadeel is, hij zit zo dicht bij die gele. Oh boy. Gaat het gewoon doen. Oké. We zitten safe. Allemaal. Nee, niemand gaat naar dat hek. Jij ook niet. Kom hier. Oh boy. Ik hou er niet van. Kom hier. Oké, goed zo. We zitten safe. Oké, nou, eerst even dat hek even hier weghalen. En aangezien dat gele niet alleen maar handig zijn om beesten zeg maar weg te halen. Ze zijn ook handig voor vijanden weg te halen, maar... Ja, het probleem is, ik wil geen Pikmin kwijtraken, dus ik doe zo voorzichtig mogelijk. Oké, nou even zeker. Ach, hij is verlamd, dat is ook goed. En je moet natuurlijk ook wel uitkijken dat je niet dezelfde fout maakt als die ik eerder heb gemaakt. En dat je Pikmin hier over de rond heen gaat gooien. Oké, nou jullie kunnen heel eventjes... Oké, dat kunnen jullie meenemen. Volgens mij heeft hij er 6 nodig. 10. Nou, dat had ook wel 1 paarse kunnen doen, maar lekker belangrijk. Hoeveel heeft deze nodig? Ook 10? Ook 10, mooi. Dat ligt nogal dicht bij basis. Nou vraag ik mij af, ligt hier achter nog iets? Ja, daarachter ligt nog iets. Dus dan kunnen we even een andere team er even bij pakken. Veiligheid geldt voor alles. En nou heb ik dus een Pikmin vast. En dan weet ik dus niet of ik na de cutscene nog steeds die Pikmin vast heb. Maar we hebben een hoefijzer. Gelukssymbool. Heavy duty magnetizer. Oké. Heb ik hem nog vast? Ik zie het niet. Volgens mij niet. Want we hebben hier namelijk nog een cherry. En daar is ook volgens mij maar 1 Pikmin. Nee, 3 Pikmin. Oké. Dan pakken we die cherry. Zo. Volgens mij hebben we dan hier alles. Dus kunnen we hier gewoon nog rustig afwachten. En was het behoorlijk zenuwslopend. Dus ja, ik ga alvast eventjes naar het einde van deze video toe. Ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leukste momentje of vragen over deze afleveringen? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like natuurlijk achter. Als je daar de tijd voor hebt. En dan hebben we hier de Crystallized Telepathy. Dus ja. Nou wachten we nog heel eventjes op die Cupid. Ik dank jullie. Ja, ik heb jullie al bedankt voor het kijken sowieso. In de volgende aflevering gaan we dus verder met de Snagrid Hole. En ik kan jullie vertellen voor de mensen die dus een hekel hadden tot de Snagrid eigenlijk als baas werd gezien. Cupid's Grenade. Ja, ik heb ze vaak zat gezien als granaat. Dus, Maar mensen die Snagrids hebben gezien als bazen, tot ze daar een beetje teleurgesteld over waren. Die gaan de baas van deze dungeon heel erg leuk vinden. Maar daar meer over morgen. Dank jullie voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer. Doei!